Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Deo Visteam. Met ditmaal de top 10 mooiste karpers van Wietse. Nou, leuk dat jullie kijken, jongens. Ik heb veel vragen gehad over wat vandaag mijn mooiste, mijn grootste karper die ik ooit in mijn leven heb gevangen. Van veel vest. Dus ik denk, laat ik een keer een video van maken. Nou, ik begon met karpervissen in 2006. Toen ving ik mijn eerste karper. Die zie je hier zo in beeld. En naarmate de jaren vorderden ving ik steeds meer karpers. En ook steeds meer mooiere en grotere karpers. En dit zijn enkele voorbeelden daarvan. Maar nu is het tijd om met de top 10 te beginnen. En op nummer 10 staat een rij karp van 11, 12 kilo. Deze vis ving ik in een watertje bij mij in de buurt. In het Tjoldrich. 'S Ochtends werd ik wakker gemaakt door een week op morning call. En ik denk, what the fuck, het is een rijenkarp. Nou, fucking dik. Een van de mooiste en grootste vissen van het water. En op een gegeven moment komt hij weer terug. Het is een mooi beest. Nou, op nummer 9 staat een kooikarper. En die kooikarper heeft een apart verhaal. Hij zwemt bij ons in de buurt op een dressuurwater. En hij ziet er zo uit. Nou, een fantastisch mooie vis die Chit en ik al graag wilden vangen. En na een korte voersessie ving Chit hem uiteindelijk. Ja, echt geweldig in de morgen. Mooie foto's, mooi gefilmd. Nou, een week later ga ik en s'nachts pak ik precies dezelfde. Dus een vis die niet heel vaak uitkomt. Maar nu ving hem dus twee keer. En dat bewijst ook de kracht van het voer. Vis toen met de kenning met Chris van Nes. En echt een fantastisch mooie vis. Nou, op 8 staat deze puntgavenschub. 16,5 kilo. Momenteel ook mijn record in Nederland. Die ik ving met de sessie van Deo Visteam met PR. Oh, ga daar nou run. Maar ongelooflijk, die vis kwam van een druk bevis water. Er zitten erg veel vis op. Echt veel beschadigd ook, maar deze was nog puntje gaaf. Uit een zijschootje met tijgenootjes. Je hebt vast de video al gezien. Maar ongelooflijk, ik was blij met deze vis. Prachtig beestje. Ja, jongens, nummer 7 is weer een extreem bijzondere vis, maar echt ongelooflijk mooi. Dat is deze rijenkarper. Die ving ik op de brok in een zijschootje van een groot meertje waar onwijs veel vis zit. Ik denk wel meer dan 1000 kleine schuppies. En dit is dus een van de 5 spiegels die er zwemt. En een rijenkarper. En ik ving hem op de brok. Ja, echt een mooi moment was dat. Heel blij mee. Jongens, nummer 6 is de dikste vis die ik ooit aan de oppervlakte heb gevangen. En dat is weer een mooi verhaal. Het was een puntgavenschub. Ik denk een kilo of 12, 13. Maar we waren op vakantie in Ardennen. Dus we hadden geen weerschap mee. We hadden alleen een spinhengeltje, een onthoudmatje en een schepnet. En het was een wit meertje. Best wel klein. En iedereen zat er met piepers te vissen overdag, 30 graden. En Chit en ik, we vingen ze achter elkaar met de korst, met het spinnengeltje. Schubkarpen, spiegels, gras, koois, we vingen ze allemaal. En dit was de mooiste. Ongelooflijk mooie vis, puntgraaf, waarschijnlijk nog nooit gevangen. Daar was ik ook echt heel blij mee. Echt vet. Nummer 5 is wederom een prachtige volschub, ook 12 kilo. En het grappige hiervan is, het was in dezelfde sessie als nummer 10, die rijenkarper. Dus ongeveer 2 uur nadat ik die vis had gevangen, kreeg ik deze aanbeet. En hij komt dus eerst boven. Ik zeg tegen Daniel, hoe ken je dit nou weer? Het is precies dezelfde vis. Maar wat bleek nou? Het was een andere volgeschrupte spiegel. Een van de weinigen van het water. Had. Weer op die Tjoldrich, weer op dezelfde stek. Ja, geweldig. Hij staat ook op YouTube onder de naam De Spiegelsessie. Dus als je die sessie nog wil zien, dan kijk je hem snel even. Top. We zijn inmiddels bij nummer 4 beland. De vissen worden natuurlijk mooier en mooier. En dit is weer een vis met een mooi verhaal. Het was mijn eerste 30 in Nederland. Mijn eerste 30 überhaupt. Een Twoetonkarper. Van een polderstelsel waar we een tijd visten. Alleen mijn schubs, maar 2 vissen die ik graag wilde vangen. Deze Twoeton. En een vis die misschien nog hoger in de ranking komt. Maar goed, ik kreeg hem dus beet. Hij zwom zich vast, dus met een kanaaltje naartoe. En uiteindelijk kreeg ik hem toch geschept. Ja, echt een onwijs vette vis van 50 kilo. Twoeton, helemaal blij mee. En wat wil je nog meer? Helemaal top. Nummer 3 is wederom een vis met een mooi verhaal. Ik ving hem afgelopen jaar, 2018, in Thailand, tijdens mijn reis door Azië. Ik wilde per se gaan vissen en ik kwam dus op de gelegenheid om te vissen op een meertje waar veel Siamese karpers, arampaima's en redtail meervallen zaten. En ik ving dus lekker goed en ik kreeg een aanbeet van een dikke Siamese karper. Ja, dat is het mooiste die ik ooit heb gezien. Zo donker van kleur en dan moet je kijken de foto's met zo'n achtergrond. Ja, ongelooflijk. Een hele bijzondere karper, maar echt zeker waardig in mijn top 3. Het is 2014, zomervakantie. En Wietse en Daniel gaan weer naar Frankrijk. 2014, misschien kennen jullie de video al. Inmiddels al 140.000 keer bekeken op YouTube. Maar de eerste vis die ik ving was een hele bijzondere. Nadat Daniel na een uurtje al een 16,5 kilo ving, kreeg ik ook aanbeet. Ja, ik drilde, het voelde niet heel zwaar. Op een gegeven moment komt de vis dichterbij en we denken,
Wat is dit nou? De meest perfecte rijkarpen die ik ooit heb gezien. Wat een pareltje. Mijn nummer 2. Het absolute hoogtepunt uit mijn viscarrière is toch wel de Target volschub die ik afgelopen herfst ving. De video kan je hierboven in beeld zien. Maar het was dus een volschub die ik erg graag wilde. Neste Twoetoon stond hij op een reisje van een polderwater met heel veel schubs. En alleen deze twee uitzonderlijke vissen. Nou, na een paar jaar vissen vind ik hem uiteindelijk op Chits Hengel. Helemaal mooi. Ja, ongelooflijk, want was dit een vis. Kijk, die schubben in de herfst op topgewicht. En in de sessie waarin we alle andere topvissen ook vingen. Ja, het kon niet mooier. Dat was echt het hoogtepunt uit mijn leven. Helemaal top. Yeah. Nou jongens, vond je deze video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vond u het niks? Laat het ook even weten in de reacties. Maakt ons allemaal niet uit. En als het gewoon goed bevallen is, dan komen Chit en Daniels versie natuurlijk ook nog ervan. En misschien nog wel van meer vissers. Wie weet. Abonneer even voor meer. Het is gaas en voor niks. Kan met een Gmail account. En dan zien we je volgende keer weer. Data!